Universiteit van Nederland. Legt uit. Waarom vond je vroeger niks lekker? Nou, dat heeft te maken met wat je zou kunnen noemen ons oerinstinct. Kijk, tegenwoordig halen we alle producten die we eten uit de supermarkt. En die zijn in principe veilig. Kijk, deze champignons uit de supermarkt, die kun je gewoon veilig eten. En spinazie, en die kun je ook gewoon veilig eten. Maar in de tijd dat we nog jagers en verzamelaars waren, dus in de oertijd, moesten mensen maar gokken of planten veilig waren om te eten. En een van de signalen die aangaven dat iets misschien niet veilig was om te eten, was als het een bittere smaak had. Stel nou dat je een baby of peuter bent in de oertijd en je gaat op ontdekkingstocht, dan vind je dus planten die je tegenkomt met een bittere smaak niet lekker. En die zul je dus niet gaan eten. Dus het is handig dat we die afkeer voor bitter hebben, want die bittere planten kunnen gevaarlijk voor ons zijn. Behalve bitter houden kinderen vaak ook niet van zuur. Neem zuurkool. De meeste kinderen houden niet van zuurkool. En ook dat heeft te maken met veiligheid. Zuur is vaak een teken dat iets niet meer goed is. Denk maar aan een pak melk. Als dat te lang over de datum is, dan is dat niet verstandig meer om op te drinken. Een andere reden waarom kinderen vaak iets niet lekker vinden, heeft te maken met de textuur. Dus dat is het mondgevoel of de bite. Wat vinden kinderen wel lekker? Als het lekker knapperig is. Veel kinderen houden bijvoorbeeld niet van slapgekookte spinazie, maar ze houden wel van een rauwe paprika of een lekker knapperig worteltje. Knapperig betekent in veel gevallen vers, niet bedorven en dus veilig om te eten. Maar die voorkeuren voor bepaalde texturen heeft ook alles te maken met de ontwikkeling van de spieren in de mond en de ontwikkeling van het gebit. Want als baby's worden geboren, beginnen zij met vloeibaar voedsel. Babymelk of moedermelk. Na een paar maanden komt daar vast voedsel bij. En je mond moet dan leren hoe daarmee om te gaan. Je wilt je bijvoorbeeld niet verslikken, want dat kan gevaarlijk zijn. Kinderen willen daarom vaak geen glibberige of slijmerige groentes eten. Want die zijn best wel ingewikkeld voor je mond. Hoe krijg je die veilig je keel in? Voor je het weet, schieten ze weg en vliegen ze je luchtpijp in. En ook verschillende texturen door elkaar, dus bijvoorbeeld stukjes in een saus of stukjes in een yoghurt, dat vinden kinderen vaak niet zo lekker. Daar kunnen ze van in de war raken. Maar dat moeilijk eten heeft niet alleen te maken met gevaar voor giftige stoffen of gevaar voor verstikking. Het heeft ook heel erg te maken met de ouders. Die spelen een hele grote rol. En dat begint al voor de geboorte. Onderzoek heeft laten zien dat wat de moeder eet, dat die smaken ook terechtkomen in het vruchtwater van de baarmoeder. En dat is belangrijk, want het kindje in de buik heeft vanaf 8 weken al smaakpapillen. En vanaf 14 weken kan het kindje al proeven. En vanaf 24 weken kan het kindje al ruiken. We weten dit uit onderzoek, waar gekeken is naar hoe de baby's in de baarmoeder reageren op wat de moeder eet. Moeders kregen of wortel te eten, of ze kregen boerenkool te eten. De baby's waarvan de moeder wortel had gegeten, dus een zoete smaak, die hadden een ontspannen gezichtje. Terwijl de baby's waarvan de moeder boerenkool gegeten had, die trokken een vies gezicht. Maar dat betekent niet dat je als moeder geen boerenkool meer moet eten. Juist wel. Want hoe meer verschillende smaken jij als moeder eet, hoe meer je kindje gewend raakt aan verschillende smaken. Datzelfde geldt voor kinderen die borstvoeding hebben gekregen. Want wat de moeder eet, een deel van die smaken komt terecht in de moedermelk. Dus als je als moeder wel spinazie, wel zuurkool eet, dan kan je kindje alvast wennen aan die smaken en zal het later makkelijker groente en fruit eten. Ouders spelen ook nog op een andere manier een rol. En dat gaat erom over wat en hoe je het eten aan je kind aanbiedt. De beste periode voor het aanleren van nieuwe smaken is de periode van 0 tot 2 jaar. Dan staan baby's heel erg open voor het aanleren van nieuwe smaken en ze willen ook graag nieuwe dingen ontdekken. Dus die periode van 0 tot 2 jaar is eigenlijk de beste periode om kindjes te laten wennen aan nieuwe smaken. Zo rond de 2 jaar wordt het vaak wat lastiger. Rond die leeftijd worden kinderen wat zelfstandiger, ze krijgen een eigen willetje en je hoort dan ook wel eens ik ben 2 en ik zeg nee. Als je kind 1 jaar of 6 is, dan is die fase wel een beetje voorbij. En dan kun je ook beter met je kind afspreken dat het bijvoorbeeld altijd een hapje moet proeven. Maar dan nog, de gouden regel vanuit onderzoek is dat je als ouder bepaalt wat je kind eet en het kind bepaalt hoeveel. Dwingen dat helpt niet, dat werkt meestal averechts. Maar wat wel helpt, is het goede voorbeeld geven, het gezellig hebben aan tafel en je kind altijd een hapje laten proeven. Als je kind champignons laat liggen, geen probleem. Probeer het gewoon nog een keer. Want het kan wel 10 tot 15 pogingen kosten om een kind te laten wennen aan een nieuwe smaak. 200 jaar geleden waren Nederlanders nog een van de kleinste volken van Europa. Nu zijn we de langste. Hoe dat kan,
leg ik je uit in de volgende aflevering.